Hoe gaat het met u? Met ons gaat alles heel goed, Clementia. Zeg eens, vertel eens iets over jezelf. Dag, mijn heer. Ik ben Clementia, een eenvoudig boerenmeisje uit Vlaanderen. Ik werk op het land en zorg voor mijn familie. En wat doe je dan? Wat zijn jouw taken zo op de boerderij? Ik moet elke dag de koeien melken, de stallen uitmesten en kippen voeren. Ook moet ik wol spinnen en brood bakken. Dat klinkt als heel veel taken. Heb jij nog tijd voor hobby's? Ja, ik heb wel wat tijd over voor handwerken en koken. Hoe ervaar jij je leven als meisje in Vlaanderen in de 17e eeuw? Ik moet hard werken op het land, maar ben dankbaar voor mijn familie. Het leven is zwaar, maar eenvoudig. Zeg eens, Clementia. Wat is jouw lievelingskleur? Ik vind alle kleuren even mooi, maar blauw is een kleur van de hemel en de speciaal. Okay. Is dat de reden waarom jij een blauwe hoofddoek aan hebt? Nee. Ik draag deze hoofddoek om mijn haar proper en beschermd te houden tijdens het werken op het veld. Plots breekt een koe uit de weide en begint heel snel over de straat te lopen. Wat doe je? Ik ren zo snel mogelijk naar de boerderij om het nieuws te melden en te helpen zoeken naar de koe. Oh nee, het is je favoriete koe. Haar naam is Bella. En ze is weg aan het lopen. Wat doe je? Snel! Ik roep zo hard mogelijk om mijn man om Bella te pakken te krijgen.